En is de patat is klaar. Oh, godverdomme. Dit is 40 minuten lang. Dus ik know. Domme partjes. En het allemaal filler. Nee, alleen 28 van de filler. Oh, het zou 40 minuten lang zijn, maar iemand begon de vuil van de andere einde te verwijderen, waardoor het langer duurde. Je moeder van je is een hele amateuristische editor. Waarom ben je aan het schreeuwen, Nepkeer? Waar heb je het over schreeuwen met Nepkeer? Ik heb like 11 minuten geluisterd van Nepkeer. Van die 12 uur lang video. Oh god, Nepkeer gaat in vol nerd mode. Praat over hoe ze slecht omgaat met haar wapendelen. Tegen de wapennerds. Wacht eens even, dit klinkt niet goed. De wapennerd moet voorzichtig gaan met de wapens. Alleen de nerd zegt tegen dat tegen haar. Like, wat? Ik ben niet eens een van die Europese wapenliefhebbers. En dan net keer de Amerikaan die langskomt en denkt van, what the fuck ben je aan het doen? Zoiets. Nee, er is geen foreshadowing in een Neptunia-spel. Ze is eigenlijk nu al bezig met haar humor en zo. Dat legt alles uit. Dus, ik denk dat Juni ergens zoals Baifu is. Als ik het zou vinden. Wel, ik bedoel, ze zijn zo'n een beetje dezelfde lengte ook. Het zou echt. Oh, maar Alice, sorry. Elke keer met de lengte gewoon. Het spijt. Ga niet liegen. Het is een gewoonte met mij ook. Elke keer wanneer ik iemand vind met kleine lengte, maak ik over hun lengte grappen. Weet je, het hangt er soms een beetje vanaf, lijkt wat voor persoon het is. Maar ik maak grappen over iedereen, dus fuck it. Dat is waar. Ik had vooral grappen, like, ik had een klasgenoot, ze was ook heel erg klein. Dus ik is een keertje wel dat ze bijles voor de examens, toch? Of kan, mm-hmm. Dus kan ze mij wel vragen. Dus ging naar de bibliotheek. Toen kon ik haar niet zien. Zegt ze van, waarom kun je mij niet vinden? Ik zei, je bent te klein. Daarom kan ik je niet zien. Fucking Taiga. Is Taiga je klasgenoot, Ennis? Wel, ze slaapt me soms, dus... I guess. Ah, hier praat Falcom over dat ze een boek gaat schrijven over wat ze nu aan het doen zijn. Gaat het ook over de conquest einde hebben en dat het in een andere dimensie zit? Misschien. Of van een paar universum, beter gezegd. I'm not sure if it's okay to use CPU's in names in my books. Oh, I bet that won't be a problem. Blum would be ecstatic. You sure about that? I'm still going to ask them for formal go-ahead. Then I approve them all right now. There's no problem using my own Neptune's names or anyone else's name in your books. It saves me the trouble of asking them, but are you really sure about this? You're not acting quite like you. Maybe I'm a tad overzealous. Anyway, let us know when it's published. I'll buy like a dozen copies myself. No, that's not necessary. If you want, I'll give you copies of the first bit one. What? Goodness, that's wonderful. But nee, dat hoeft niet. Kom op, sponsor voor. Don't feel bad about that. You're the main character in this book adventure, Vol. Nani? I'm the main character? Bakkana! Bakkana! Nope, this time around you get the spotlight. Nobody would disagree with that choice. Adel's a sub-character. I'm the main character of an Adel Christine novel? That is a spin-off. This is a spin-off. Personality. Yeah, personality. Wow, that puts the pressure on me.
to perform, huh? People will be angry if I end up doing something. Ja, ja. Stijn. Dat is gebeurd. Zo, is het universum met die dimensie anders, toch? Of zijn het dezelfde dingen? Wel, een universum heeft volgens mij met onze hele ruimte te maken. Maar de mensen... Hey, laten... Ja, ik ben geen wetenschapper, Ennis. Meer lijkt dat er twee soorten werelden zijn. Waar verschillende dingen gebeuren. Oh, wacht, misschien verschillende tijdlijnen zou dan de antwoord zijn. Oops, ik heb per ongeluk alles geskipt. Wel, we gaan we zo lezen. I'm the main cat, bla, you have blah, bla, bla, we hebben dit gezien, bla. Wow, Fogel's books are so fun to read. I'm addicted to them. The story is good, but the best parts are the character interactions. They're based on real people, I think. Yeah, especially Falcon. I mean, Adele's traveling companion, Doki. I bet Doki really loves Adele. But I guess Adele doesn't know that. He's a little bit frustrating, honestly. Napkin, yeah, but that's a fucking dance, you motherfucker. De Snapke ontdekt iemand dat net zoals dance is als haar. It's fascinating how much personality she has. I'd love to meet her. I think she has a schoolgirl crush on Adele, since she keeps such a close eye on her. That's Falcon, I mean Adele. She sure seems like a hot comedy. Oh, a new character introduction. The elder of the two skilled brothers introduced themselves as Somsom, while the younger has to be called Omad. Two half-naked men strutted up to Adele, flexing their lean muscles. Lies! Call me a murus! Huh? The outsider confused Adele. What? Why are such wacky characters randomly appearing at this point? Is dat... Zijn dat de broertjes van de vorige spel? Om eerlijk te zijn, dat wil ik denken nog ook. En dan vraagt zich af waarom de boeken, waarom mensen denken dat de boeken niet in het echte leven zijn geschreven. Wel, dan weer, dit is de Neptunia-universum, dus zulke gekke mensen bestaan. Zoals de Dooku-man. Dat is niet gek, dat is gewoon een andere cultuur. En andere culturen zijn gek. Nee joh, elke cultuur heeft zijn eigen ding. Ja, en één cultuur moet kinderen lul zuigen elke keer, elke dag. Dat is heel erg cultureel. Ik ben heel erg heel onder de indruk, ja. En de andere moet voor een of andere reden... hoe zou dat noemen? Hoe kan ik dat zeggen? Het is erg moeilijk om een kind vriendelijk te houden. En we hebben het al over kinderen gehad die zijn lul te zuigen in een andere cultuur. Ik denk dat die echt kindvriendelijk zijn. Oké, dus dan laten we zeggen dat je de vagina staat schoonmaken van meisjes. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het is erg dodelijk, though. Ik weet niet hoe ze het schoonmaken. Dit is waarom we mensen vermoorden. Ja, eugenics. Eugenics, inderdaad. Zo eugenics hebben we. It stopped writing multiple articles each day, but it don't need any help. Zegt een of andere journalist van de CNN. The day has come. I've been waiting all week. I hope it arrives soon. Oh, grappig. Oh ja, ik weet. Ik weet wat dit is. Why is Fred making so many sounds? He looks really uneasy. Deze vent is geweldig, kan ik doen. Oh my dearest Fred, it has arrived. My, it's finally here. Hurry up, bring it to me. Of course, but please open it. I plan to. They're wrapped in quite sturdily in this awful clamshell packaging. Ik haat het wanneer dat gebeurt. I haven't the time to wait for such luxuries. Dramatic tearing ensues. She was waiting for this package, but why are you both so excited? Are you curious? But, I see. So she is interested as well. Oh, of course, I'm that curious, but now I'm a little scared. If you insist, perhaps I will show you a little bit. Get ready for a surprise. Normally I tie your first obsession, but this one managed to capture even my attention. Oh, okay. Godver. Alright, let's see here. Is this a PC game? Huh? Goodness, oh jeez, why all these men naked? There's so many of them. Loot. The nude male figure is normal now.
dat is altijd het val hier. Want weer die man is dat er Paul Butlers. Yes, a whole new general came, the Nicholas Butler. Oh, godverdomme. But I don't care what their professions are, don't show me this creepy stuff. Oh dear, how undefined of you to be able to let people unappreciate such a magnificent advance in gaming. I agree, it seems we will need to keep her and educate her in this brilliance, a great deal. Educate! Alright, we will hope shock therapy, Ernest. Resistance is futile. Oh, shit! Is de shock therapy niet bedoeld om gay straight te maken? Nou, dit, nou ja, laat ik wel dat jammer zo werken. How was it? Well, how do I say it? I haven't felt so good in ages, thank you. Het is gecorrupted, Ennis. Zeven heb je gecorrupted. Oh god. Zou de hyperdimension natuurlijk met zijn zijn straight? Snel, gebruik de Kiha Burn op Nepke voor het te laat is. Her education is complete. She has another butler love for his born. She has joined her sacred sisterhood. Wat voor religie is dit? Wat voor fucked up shit? Dezelfde religie waar Archidea stop meedoet. I fucking knew it. Maar er zijn geen tentakels, Jens. Dat is een andere religie waarmee ze van. Zeg meerdere religies, don't you know? Dat is blasphemy, oké? Okay? Wat doen Nepke en die andere stinkende queen? Good morning, Cave. Salutations. What happened? You're sighing. I am in a lot of trouble, even though this is very ridiculous. Wait a minute, do you understand me, Captain? Well, if I had to describe it, I'd say being around you helps me feel more relaxed. Oh, that's good! Okay. Well, it might be also meant to say, but this is it. I am in a team with bowling or cold. Sometimes you have really cute reactions that fun to watch. No, no, I'm not cute. Sorry, in any case, I would never describe you as being cold. Yes, truly. You have a lovely smile, you know. My smile? Yes, you've been smiling more and more lately. I'm happy about that. My smile? Yes, I can. Does it really surprise you? You're always smiling around 5 dB. Ship. Yeah, you really are. I was not alone then. I was smiling when I was pushed by a bear because I was smiling a bear, eh? Is that what's troubling you? Ooh, who's concerned about that? I believe that it was a ridiculous subject. I said it was a bear I said you might be from the bear in your head. Sorry, I didn't catch that at all. I was saying. Kijk ook door, I guess. Sure. So, was she really depressed or not? I can tell. I don't understand what she's trying to tell me. Nobody's here. Fidget. Goed, ik heb geen stemmen meer te doen, thank god. Zat je hentai te kijken, Cave? Echt typisch. Was een bloedhel hentai. Ah, een super sweet local shop product. Oké. Okay. De Queen Bee Crepe, what the fuck is dat? Dus Ernest, vind jij dat ze niet zoet genoeg is? Misschien. Misschien moet ze meer chocola eten als het nodig is. Chocola is gezond. Ik moet gewoon heel veel chocola aan geven. Nou, geen puur chocola. Cute girls are like cute things. Cave vindt herself iets schattig en dat is jouw mening. Wat? Cave vindt herself iets schattig, wat is jouw mening? Ze zijn nog schattig te zijn. Ik vind hem meer mooi dan schattig. Schattig gaat meer naar Rom en Ram. Waarom? 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 Waarom?
頼んだから。Kom op, je kan zoete dingen eten. Dat is dat betekent niks. やっぱり動物さん、なんか可愛いな。Ja, ik kom toch schattige dingen. Volgens mij vinden meisjes bijna alles schattig als het aan hen ligt. Ze vinden wel heel schattig als ze het goed kijken, als ze het lang goed kijken. Oh, ze zijn te klein ook. Ik denk dat meisjes ook een muurschap zouden kunnen vinden als ze hard kunnen proberen. Everything is cute if you're brave enough. Everything is cute if you're brave enough. Weet je, als je gewoon, weet je, als je gewoon twee oogjes op die muur plakt, is het gelijk al schattig. Je hoeft wel maar twee oogjes te geven aan die los, dan vind ik het al schattig. My, the city is more lively than I thought it would be. Chica has outdone herself yet again. Perhaps she should visit the suburbs. Wait, Lady Bird. Whatever is the matter? Nee, dat rhymt. We're being surrounded by a whole lot of strange people. Oh my. What astute observational skills. Whatever shall I do? I cannot hide my charisma, it seems. Excuse me. This is just an inevitability. Even though I am off duty, perhaps an autograph or two is in order. You're 5B, right? I'm such a huge fan. Please, can I have your autograph? Me? None the two? Bokana! Bokana! Nani? Bokana! Nani Dimension Neptunia. Nani Bokana 2. Rebirth Bakana. Of Bakana Generation. Victory Bakana. Blonde plus Neptune versus Bakana. Blonde plus Nani versus Bakana. En 5BF AXC Drive skill, want ik ga dat totaal nu gebruiken. Zo, so, we zijn uiteindelijk klaar met alle events of... Jij nog de tekstbubbels? Wat denk je zelf? I don't know. Ik denk dat het tot 28 minuten filler is. De oliegeur vind ik geweldig, de frituurvet. Ik heb op dat gegeten, dus ik hoef niks te zeggen. Ik wilde mijn patat in airfryer doen, maar het was vies, dus ik heb mijn frituur gedaan. Het was goed. En natuurlijk, het moet je patat op de mayonaise eten. Als je geen patat op de mayonaise eet, dan ben je fout. Waarom leven we dan nog in Nederland? Waarom leef je sowieso? Precies. We moeten naar Amerika toe gaan en onze cultuur verspreiden met mayonaise. Je katten zou trots op ons zijn. Laten we die katten bellen om bij onze team te horen. Ik denk dat hij met ons mee is. Almost finished. I have to admit. This Jenna is hard to write than I expected. Oh god, we gaan blond mastervolle schrijven hier zien. Oh. Kan je te wachten. Hello, what are you two up to? Jeez, we'll get caught. Dummy. She's writing a book. Oh, really? Let me look. You're right, she is. I have no idea who she was a writer. But why are you two hiding? Hoe schrijft ze het eigenlijk? Met de typewriter of met de computer? ze schrijft het met die ene klassieke typewriters. Oh, fuck. Oh, cool. Nou ja, misschien heeft ze magie om daarmee te werken, zo je weet wat ik wil. Every time we ask, she just says we're too young to understand. Oh boy, nou weten we wat het is. I know, right? We tried to sneak into her room while she was gone, but it was locked in her safe. Goodness, that's a little fishy. So nobody has ever seen it. When we asked Mina, she said that Blanche books are only sold twice a year. Dat is meer dan wat ik zou verkopen. Who's there?
Oh no, we're going to get caught! Hide, hide! Hiding. Maybe it was just my imagination. That made me lose my focus. I guess I'll call Chris for now. En dan doen ze die doos om. Oh goed, we zijn niet gevonden. Lame, we failed. We were so close. Too bad. I'm getting more and more curious about what Lon is writing. Je bent volgens mij oud genoeg om te vragen. Het is hentai. Even keer is een van die personen die letterlijk elke boek zou lezen. Het leukste vinden, want ze lezen ook Blans boeken. Kijk, maak je grap. Nou, dat script is dan, is het best voor een bit. Wat voor soort hentai is het? Oeh, I'm beat. Mina, get me some coffee. Mina, is she out? I guess I'll get it myself then. Bingo! I've been waiting for my chance, but I never thought it would come so soon. And now I shouldn't do this, but I can't help myself. Sorry, Blon! En dan zie je haar gewoon in die doos lezen. Oh, nee, ze heeft... Good, I feel more awake now. I need to finish this up today, otherwise I'll miss my... Nepukia! What are you doing here? Hush, please let me concentrate in the middle of the best part. Best part! Yeah, of course, sorry. But wait a second, what? That's my story you're reading. Oh, I see. Alright, I'm done. Wipe that small cloak off your face! I hope you're ready to get for the beatdown I give people who peek at my stuff. Dus schrijf dingen, maar zorg niet dat iemand het leest. Dat is awkward. Now I get why you told Bom and Wem they were too young for it. Are you into this sort of thing? Is this based off your personal experience, maybe? No, first just that I should try my hand at this genre and my fans like it, so you have fans. Nee, je hebt geen fans, wat wil ik zijn. Like die twee mensen, hè. This has to be kept a secret. If you don't promise to never tell anyone, I'll have to kill you. Please don't worry, I will tell us. I'm the third fan, okay? The first. You serious? Don't think you can lie to me. I'm very seriously, but in exchange. But when you write more of the story, please let me keep reading it. Also, let me read all your previous works. Oh, that shouldn't be a problem. I've got copies of my old stuff here. Really? Where? I can't wait a moment longer. Swivel that picture to the right and there's a secret book rack. One day you'll have to. Bind there, I'm all over it. Ja, het Blans gezicht is dus eigenlijk van what the fuck. Dat gebeurde. Is het eigenlijk zoiets als, moet je eerst first ding zien voordat je deze cutscene ziet? I don't know actually. Dat zou cool detail zijn. Finally, a publisher accepted my novel script. They called me an ass to turn. My mystery novel into a game. Finally, my talent is recognized. Is dat toch ook de ene spel van haar? Misschien at the electronic store. I want to get a new PC. Which manufacturer is good? Acer? Vraagteken? I don't get it at all! Hoe is 2 plus 2 4? Ugh, I can't figure it out. What seems to be the matter? You've been hobbling and crawling for quite some time now. Deze persoon is exclusief op Twitter. It's the stop in my reading. Blood Mina, can you help me? I can figure something out. Oh. Ik zei shit echt rom. I see, It's weird, right? How to say this tactfully? Lady Blon, your little sister has become the spitting image of you. I don't get what you mean. But don't worry about it. Stop ignoring me, jeez! If I had to put it simply, Wem, what you feel is jealousy. Iedereen is jaloers op de rom, want iedereen wil de rom hebben. Iedereen wil de rom hebben. Blon wil de rom hebben, Rom wil de rom hebben, iedereen. Sorry. I'm jealous because Napkin is more attention to Rom than me. No, that's totally not it. She's only ever called Rom's name since we first met and stuff. Yes, that is true. And when Rom was sick and stuff, Napkin did everything to help her and not me. Misschien moet je dat de volgende keer wel doen. Is that what bothers you? Like I said, she doesn't pay attention to you and it makes you mad. Yuck, is that really it? Iedereen wil ook de Napkin hebben, ze heeft te veel swag. Please try to calm down. And then ask yourself how you feel. So, like, what do I do now? Why not go over to Napkin and ask her if you can play too? But I like one better. She's my only friend, so... Waarom niet twee vrienden? It's fine. She should be your best friend since you're twins. But that doesn't mean you aren't allowed to have more than one best friend, understand?
Ma'am, you like B&B in a white? Just adapt it into that mix. Oh, okay, so one was my bestest friend, and FK is my second best friend. Huh? Heavens. Thanks, is to me now. Ik vraag wel jaloers is nu. I'm gonna play now. Such a child to be worrying over something like that. Both of them were both born into a pretty isolated world. They were happy when it was just the two of them. Yes, and I suppose Netgear has come and expanded their world. Still, as their sister, I should thank her, and yet... I always thought I was her second best friend. Ik weet niet waarom, maar Ron klinkt heel gedronken voor mij hier. Netgear, Ron, play with me! What the goodness has got an interview all of a sudden? Nothing, I just realized that I'm both of you. Toevallig Blanks boeken te lezen. Nee, ze had te werk met man. Ze had net wat rum gedronken, snap je? Rum. Is grappig. Yeah. Dus, weet je toch wel die roleplay accounts op Twitter? In ieder geval ken Rom roleplay accounts volgt, toch? Ja. Yeah. Die heeft dus net een fanfiction geschreven over hoe Ron en Ron elkaar hebben ontmoet. Maar op dezelfde dag geboren, toch? Ja, nou, dit is weer... Like, ze wil niet zo van, we zijn maar gewoon verschenen opeens. Ik weet niet, waarschijnlijk vond ze dat niet interessant. Dus daarom heeft hij maar een fanfiction geschreven hoe het is gebeurd in haar ogen, haar headcan. Hoe weten we zeker dat de vrouw is die achter het ding is? Account. Wie weet. Weet, lezen het is hartstikke kort. Like, nee. Het duurt niet lang. Is het hilarisch? Dat mag je zelf bepalen. Nee, dat pas ik wel. Ik bedoel, er zijn veel spelfouten als je dat... Ah, dat is fanscript. Oké, dat is het waard. Ik heb wel 10 seconden de tijd. Hallo, ik ben Shokoko. So sleepy. People can't fight sleep. All problems come from sleep. Ik ben het mee eens. Fuck, slaap me dood. Waar ga jij dood? Wel, Mike. Ja, en? Dat is het punt. Ja, en? Ik heb dat proberen te doen in mijn leven. Ik begrijp me, dan moet je proberen lekker 6 uurtjes te slapen in plaats van 10. Maar ik keek ook eens gewoon om dood te gaan op een dag. Maar dan op de meest epic manier, op gewoon heel erg simpel. Op de meest epic manier. Wanneer Romp in het echte leven komt en zegt, ik praat niet met lollicons. Wel, ik weet toch niet dat ik lollicon ben. Dus wat ik moet doen, ik moet gewoon, like... Het moet een visual, een soort visual novel zijn. Waar je gewoon de juiste woorden zegt en dan gebeurt alles, al het goede dingen wel. Dus wanneer je zegt dat er maar 2 geslachten zijn, zal alle goede dingen dan komen? Ja, dan heb je de mensen Neptune weer, dat lijkt er ook tot een meer dan dat er 1 geslacht is. Even laten we er wat in zoeken. Oh, we zijn door met plot. Ja, we zijn al begonnen met plot. Ik ga nog dit erin. Oh, ik ben de Spirit of the Ancient CPU! Op tram. Nou, als ik hem ontdek. Ik ben de Spirit van de Ancient CPU. Jij ook, Neptune. Ik ben de Ivy! Op de tram, Brit! Je hebt een heel geweldig liedje. Dat is een feminist liedje, Enes. Hoe niet die liedje, weet je wel? En Uranus kwam gewoon door het geschil. Het werkte. Misschien werkt deze liedje wel. My sex junk is de... Oh. Ik ga iemand vermoorden nu. Wat de fuck betekent dat anyway? Wat is mijn sex junk is zo... Oh. Wat is oh.
Wel, ik denk dat ze wilt zeggen dat het geweldig is, maar voor mijn part is het de meest angstaanjagende ding in de hele heelal. Daar zit overduidelijk het woord God verstopt. Like, als het zuigt je erin, maar niet op de goede manier. Het lijkt, wanneer je daar naar die soort God toe gaat, vind je eerst de Amazon. Lijkt een reusachtig oerwoud. Ja, maar in dat oerwoud vind je dan eigenlijk Dio. Die dan vervolgens jou meeneemt naar die Whirlpool. En voorbij die wormhole vind je een letterlijke wormpool. Pak een wormpool. Van alle Pokémon. Oké, dus zij vocht samen met de CPU andere drie CPU's tegen de DLT of Sin. Hoe zit het eigenlijk met Uranus? Komt zij terug? Maar hun hebben hun levens verloren. Niet op die manier, ik bedoel, krijg maar hard. Laten we eerst hierover praten. De andere drie CPU's zijn compleet weg voor eeuwig. Ze zijn dood, compleet. En zij is... Want haar lichaam stief, zij is die gewoon aan het ontvangen. Ja. Nou, hun hebben een manier gebruikt om dat te doen. En... Dus we hebben hun kracht gebruikt om haar vast te zetten en dat kostte dus drie levens en een lichaam. En... Geen zorgen, we hebben de kracht van vriendschap. Oh, de andere CPU's hebben niet eens drie levens gebruikt. Ze hebben niet eens de lichaams gebruikt. Dus zij moeten een soort emotie gebruiken. En het zaaier dat tegenovergestelde is van haar om haar te kunnen verslaan. Vriendschap! Een slecht gezang zou geweldig zijn. Technisch gezien is het eigenlijk mogelijk. Dus ja, de zij om heel veel te willen eten zou kunnen werken. Maar het moet wel sterk genoeg zijn, zodat zij jou niet verslaat. Het is net als met Avatar, toen Aang tegen de vuurmeester volgt, weet je wel, bij het einde waar hij zijn... Ja, ja, ik denk dat het zoiets is. Even kijken, wat was precies daarmee de uitleg ook alweer? Aang probeerde zijn sturingskracht weg te halen of zo. Ik heb lang niet gezien. En dan vervolgens bij de volgende avatar kan iedereen die skill gebruiken. Blijkbaar. Het is net als alle anime troop. Like, bij de ene seizoen kan maar één iemand gebruiken, maar de volgende seizoen kan iedereen het doen. Het is eigenlijk de Kamehameha. Het is net als Super Saiyan. Eerst kan alleen Goku het doen. Nu jij krijgt Super Saiyan! Jij krijgt Super Saiyan! Jij krijgt Super Saiyan! Hij krijgt Super Saiyan! En nu krijgt hij Super Saiyan God. En jij mag erbij komen. Jij krijgt Super Saiyan 3! Jij krijgt Super Saiyan 3! Iedereen krijgt Super Saiyan 3! Dragon Ball Heroes in een nutshell. Oh, is dat een spel? Het is een arcade game. En het kreeg twee 3DS-spellen. Dus is het Super Saiyan? Is het dus ook een Super Saiyan 3 Krillin? Super Saiyan 3 Piccolo? Het moet eerst de Saiyan zijn en zo ver gaan ze ook weer niet. Oh. Voor nu. Voor nu. Iedereen is een Saiyan als ze er hard genoeg in geloven. Het lijkt hoe Uranus zomaar zo'n mening van ons krijgt. Lijkt alsof ze ook echt een oude CPU is. Oké, haar ziel niet tussen te zien. Alleen maar haar stem van horen. Ze heeft geen lichaam. Nou, maar je kan misschien haar ziel zien of zo, toch? We kunnen haar ziel niet zien. Oh, dat is jammer. Wel, whatever. Wel, zoals ook in je spel, voordat we tegen de laatste bazen gaan vechten, moeten we eerst natuurlijk een badfeest houden. Of een hotspringfeest houden. Volgens mij heb ik een paar frikandellen erbij. Misschien een hamburger. Kijk, het is geen Neptunia-spel zonder een badscène. Was dat bij de eerste spel? Nee, dus het is geen Neptunia-spel. Wat is hij met de Neptunia opstaan? Dat is een spin-off, begon.
Het is niet echt, het is fake news. I would imagine that Twin and Rebirth ain't fake news. Oh, het is ook fake news, het is non-canon. Dus Jesse, als jij die spel gaat uploaden, like, als jij onze al commentaar daar ging uploaden op Facebook, zou het gewoon verwijderd worden. ik heb het op Facebook gedaan. Ik doe ook een part op Facebook nu. Nu wordt het verwijderd, want fake news is... Ongeveer 20 op dit punt. Dat is gewoon genoeg voor 4 felons. Ja, ik doe het gewoon voor 4. Kijk wel, we hebben 7 8 godinnen, toch? 8 godinnen. Ja. We hebben 4 felons, dus 2 godinnen aan elke kant. En dan vervolgens ding. Ja, want we moeten eerst ons. We gaan shit verslaan na de. Want natuurlijk, volgens elke partij. Voordat we echt de laatste basis gaan verslaan, moeten we eerst wat. Oh, goed, 10 minuten wacht. De laatste 3 minuten is gewoon je lul die hoog is, hoor. Geen zorgen. Je hebt niks gezien en je zit nu al te vappen. Holy shit, je bent horny. Dit is goede kwaliteit. Ik vraag me af of Neptune een splash gaat spelen met Cave. Dus de lolly zijn rechts en de grote zijn links. Ja, want ze zijn een beetje gesplitst. Als je het mij vraagt. Waarom leest Blan een boek in een fucking ontspring? Het is belangrijk, oké? Okay? Ze moet zich paar houden met Falcons boeken. Al leest ze het voor de 30ste keer. Ja, de masochist is natuurlijk weer bezig. Misschien moet je met je hele lichaam doen. Zou vast geweldig voelen. Dit was natuurlijk een compleet andere tekening in de originele spel, want alles andere karakters en zo. Ga je dat nu opzoeken en hem toesturen ofzo? Nee. Ik pleit ervoor. Nee, Balollies, kom terug! Hey, Tekken! Ga niet weg! Nee, Tekken, niet weg! Nou, dan moet ik maar doen met Furt. En Red schotenborsten. Een heel groot voor een lolly. Red is een oppaai lolly, hoe ze dat noemen. Like, holy shit, dat is toch wel het meest afleidende gedeelte van Red. De oppaai lolly deel. Het is net zoals Hestia. Ja. Ik hou ervan hoe die draak het opcovert ook. En En Broccoli dan ook nog erbij, lekker rustig aan het zwemmen. Dus lijkt gewoon chill. Dus heeft die kat ook een chill gezicht? Die ballon. Ja, die kat heeft ook een chill gezicht. Maar wacht jullie twee op, ga er gewoon in. Voordat het koud wordt. Ik denk dat een hotspring koud kan worden, en dan is er geen fit meer aan de hotspring. Maar we moeten bedenken aan dat aan de afleveringen komen super. Weet je wanneer de hotspring koud wordt? Wanneer de water...